Zo, nu hebben we het mooie verhaal gehoord van Tessel. Die heeft uitgelegd hoe je elektriciteit kan maken uit zonlicht met moleculaire componenten. Nu wil ik jullie graag voorstellen aan DJ Brugman. En zij gaat de volgende stap in. Hallo, ik ben DJ Brugman. Ik werk ook in deze onderzoeksgroep. En ik werk aan het opslaan van licht in brandstoffen. En Tessel had net al een heel goed verhaal van het gebruik van licht voor het produceren van elektriciteit. En wat ik eigenlijk probeer is dus een duurzame brandstof te maken. Nou, als we dan even teruggaan naar deze poster en naar de natuur, zien we dat de natuur twee verschillende systemen gebruikt. Fotosysteem 2 en fotosysteem 1. En wat fotosysteem 2 vooral doet, is het krijgen van elektronen. En dat haalt hij uit het splitten van water in zuurstof en protonen en dus elektronen. Die elektronen worden daarna gebruikt in fotosysteem 1. En dit concept willen we eigenlijk gebruiken in ons kunstmatig blad. Dus dat zie je ook hieronder. Twee verschillende systemen. Eén gebaseerd op fotosysteem 2 en één vergelijkbaar als fotosysteem 1. En ik ga jullie nu vertellen hoe wij dat in de praktijk brengen. Tessel had het net al over onze moeilijke opstelling hier en die ga ik dadelijk ook aan jullie laten zien. Maar om te beginnen begin ik met onze cel. En zoals je ziet is dit onze cel. En hebben wij een vergelijkbaar plaatje als die Tessel net zien. Je ziet dat die van mij geel is en dat betekent dat dus ik een andere kleurstof gebruik in mijn systeem. En wat verder leuk is aan deze cel is dat je duidelijk ziet dat er twee compartimenten zijn. Dus één voor het splitsen van water en één voor het produceren van waterstofgas. Nou, hoe kunnen we nou bewijzen dat we dit echt doen? Want het idee klinkt natuurlijk heel erg goed, maar ja, werkt het ook echt? En daar gebruiken we eigenlijk dit systeem voor. Dus ik vul hier deze cel met elektrolyt en met katalysatoren. En dan doe ik hem in de opstelling. En zoals je ziet staat hij nu goed vast. En moet ik hem aansluiten aan een gaschromaat. Ik zal het laten zien. Voor het detecteren van de waterstofgas. Vervolgens gebruik ik dit apparaat om de aantal currents te meten, om het aantal amperes te meten wat het, wat het systeem produceert. Maar er kan natuurlijk niks lopen als er geen licht aan staat. En op dit moment begint het systeem echt te werken. Er komt een elektrische current die in het systeem gemeten wordt. Maar wat nu ook gemeten kan worden via deze draadje is de productie van waterstofgas. En dat doen we in deze machine hier. En zoals je kan zien, er zijn meerdere pieken zichtbaar. Dat betekent eigenlijk dat er meerdere stoffen aanwezig zijn in het systeem. Dus welke drie pieken kunnen dit nou zijn? Nou, zoals je weet, in de lucht zit een hoop zuurstof en een hoop stikstof. Dus dat zijn deze twee pieken. Maar zoals je ziet hebben we ook een mooie piek van waterstofgas. Uiteraard, zoals Tessel net ook al zei, het systeem moet beter en beter worden. Dus wat wij willen is dat deze piek van waterstofgas steeds groter wordt in onze systemen.